Het is juni en dat kan voor Apple fans maar één ding betekenen. De WWDC. De komende minuten gaan we jullie bijpraten over wat de grootste vernieuwingen waren, wat we daarvan vinden en wat je zo kunt verwachten in iOS 12 en de andere grote updates. Mijn naam is Connie van der Zwaag. En mijn naam is Benjamin Kuiten. Laten we beginnen met wat de grootste vernieuwingen waren. Wat was dat voor jou? Voor mij was dat eigenlijk dat Apple toch de focus legt op de prestaties en de performance voor de iPhone en iPad. iOS 12 ondersteunt helemaal tot aan de iPhone 5S. Dus zelfs als je een wat ouder toestel hebt, kun je gewoon updaten in september. En je toestel is nog sneller ook dan met iOS 11. Ja, dat is goed nieuws. Dat is goed nieuws. Voor mij is eigenlijk de belangrijkste verbetering dat je weer de controle krijgt over je toestel. Je kan precies aangeven, bijvoorbeeld in de browser, welke diensten, microfoon of camera, je toegang wil geven tot bepaalde apps. En je kan bijvoorbeeld ook aangeven welke notificaties je wil krijgen. Als je 's nachts wakker wordt en je kijkt even op je iPhone, dat je niet meteen allerlei notificaties te zien krijgt. Wat ik zelf een van de leukste functies vind, is rondom Siri. Je krijgt nu Siri shortcuts en dat betekent dat je een aantal taken achter elkaar kunt zetten die je dan met een spraakcommando kan uitvoeren. Dat is gebaseerd op Workflow, dat is een app die Apple in 2017 overnam. En daarbij werkte het nog met geschreven opdrachten, maar nu kan je het dus met spraak doen. Je zet met klik en sleep, zet je een aantal opdrachten achter elkaar. En hoef je eigenlijk alleen maar jezelf gekozen opdracht te geven met spraak. En dan voert Siri het uit. Vind ik zelf erg handig. En dat werkt ook gewoon in het Nederlands? Ja, alle talen die Siri ondersteunt. Oh, dat is wel super handig. In iOS 12 heeft Apple ook de standaard berichten-app onder handen genomen. Onder andere met 4 nieuwe animojis. Dat zijn de koala, de tijger, het spookje en de dinosaurus. Dus leuk als je daar wel fan van bent. Helemaal nieuw, dat zijn de Memojis. Dat is een animoji van je eigen gezicht. Die kan je helemaal zelf samenstellen met sproetjes en een zonnebril, gewone bril en ogen, zodat het heel erg op jou lijkt. Wel leuk, maar heel nieuw is het niet, want Samsung heeft afgelopen jaar al iets soortgelijks geïntroduceerd. En Nintendo heeft 10 jaar geleden al de Mii's aan de Wii toegevoegd, dus dat lijkt er heel erg op. Wel nieuw is dat de animoties nu ook hun tong uit kunnen steken als jij dat doet. Ja, zo ziet dat er dan uit. En je kan langere opnames maken. In plaats van 10 seconden kun je nu 30 seconden opnemen. Dus dat is leuk als je zelf een animoji karaoke video wil maken. Wat betreft effecten voor de camera als je een foto stuurt naar iemand in iMessage. Er zitten allerlei nieuwe filters in. Je kan tekst toevoegen. Je kan stickers toevoegen uit de iMessage App Store op je foto's of video's. En die bewegen dan mee met je hoofd. Dat maakt het wat meer Snapchat-achtig. Dat was eigenlijk iMessage al sinds 2010, maar met deze nieuwe camera en filteropties is dat eigenlijk nog meer, komt het nog meer tot uiting. Wat we van tevoren al wisten van Apple is dat ze bij iOS 12 de nadruk zouden leggen op stabiliteit en performance. En dat is ook gebleken tijdens de keynote, want Apple heeft uitgelegd dat het allemaal veel soepeler gaat werken. Animaties bijvoorbeeld, het tevoorschijn halen van je camera, de share sheet, allerlei dat soort dingen komen beter in beeld zonder dat je hoeft te wachten. En dat geldt ook voor oudere toestellen. Want het bijzondere bij iOS 12 is dat het op alle toestellen werkt die ook geschikt zijn voor iOS 11. En dat betekent dus bijvoorbeeld ook de iPhone 5S. Dus ook als je bijvoorbeeld een iPad Air hebt uit 2013, die kan je gewoon updaten en die wordt ook sneller dan in iOS 11? Nou, of die sneller wordt, dat weet ik niet. Maar het is in ieder geval wat je vaak ziet van ga maar niet updaten als er een grote iOS update uit is. Dat zal in dit geval wat minder zijn, omdat ja, Apple heeft daar gewoon rekening mee gehouden. En tot slot, als je iPhone veilig in de auto wil gebruiken, dan kan dat natuurlijk met CarPlay. En voor CarPlay heeft Apple 1 grote vernieuwing gepland voor iOS 12. En dat is de ondersteuning voor externe navigatie-apps. Als je zelf CarPlay-gebruiker bent, dan herken je het misschien wel. Je kan momenteel alleen maar gebruik maken van Apple kaarten. Maar als je daar niet heel erg fan van bent en liever Google Maps of Waze gebruikt, dan kan dat met iOS 12. Apple heeft al tijdens de presentatie laten zien dat Google Maps en Waze naar CarPlay komen. En wij hebben ook met Flitsmeister gesproken en zij zeggen inderdaad officieel te werken aan een CarPlay-versie van Flitsmeister. Dus dan kan je gewoon je favoriete navigatie- en verkeer-app veilig gebruiken in de auto. iOS 12 is nu in een beta-versie voor ontwikkelaars beschikbaar. In de loop van de zomer komt er ook een publieke beta, zodat iedereen eigenlijk kan testen. Maar we raden wel aan om dat niet op een toestel te doen wat je dagelijks nodig hebt, want je kan wel eens data kwijtraken. In de tussentijd kun je natuurlijk op iCulture.nl van alles lezen over de ontdekkingen die nog zijn gedaan sinds de beta zijn verschenen. Dingen die Apple nog niet heeft aangekondigd, die in de loop van de WWDC nog tijdens sessies worden onthuld. Dus genoeg om uit te kijken.